Hallo video mensen, mijn naam is Joost. En welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Jij kiest de Minecraft serie. Waarin jij, de kijker, bepaalt wat ik ga doen in mijn Minecraft Let's Play Survival, dames en heren. En ik heb ook daadwerkelijk een leuke comment uitgekozen die wij dit keer gaan uitvoeren. Dus ik heb er heel veel zin in. Hopelijk heb jij er ook zin in. Let's go. En voordat we beginnen, dames en heren, wil ik jullie er even op attenderen dat deze mooie merchandise die ik nu aan heb: het witte JSS shirt en, de, en deze mooie zwarte JSS pet te koop zijn op mijn webshop www.joostverspellen.nl, jongens. Daar kan je lekker kiezen. Uit, een lekker shirtje, lekker petje, lekker hoodie, lekker bandje, wat jij maar wilt. En ik zelf heb nu deze lekkere witte, hoodie aan, of witte shirtje aan. Dus dan luk je hier zo, man, lekker je maatje kiezen, boom. Laat het vooral ook even weten in de comments of op mijn social media als je een, een lekker shirtje hebt gekocht. En dan reageer ik eventjes. Even een likeje op Instagram, iets in die richting. We zijn hier al natuurlijk in Minecraft. Jij kiest, we zijn in de base en het regent zo te horen redelijk hard daarboven. Ik heb net eventjes vanuit de opname begonnen. Is een hele hoop, um, ja, wat is het? Gravel gemind, of nou in ieder geval gemind. Neergezet op de grond. En weer weggehakt met mijn uh, shovel. Voor het flint. We hebben niet heel veel flint. Maar het is iets. Want we, ik wil eigenlijk gewoon een hele hoop. Uh, ja, een hele hoop meer arrows hebben. Mijn arrow-verzameling begint een beetje op te raken. En het is vervelend. Dus uh, we need. We need some more. Oké, okay, nou hebben we een stack. Dat is nice. Dat is best wel sick. We hebben niet eens. We hebben gewoon nog wat flint over, joh. Moet je nagaan. We hebben alleen, geen, <laughs> we hebben alleen helemaal geen. Uh, geen feathers meer. Dus uh, we need to kill some chickens. Heel goed. Laat ik wij een shovel weer eventjes terugdoen in de kerst. Huppakee, en oké, okay, laten we gewoon meteen beginnen met de comment, jongens. Laten we gewoon meteen beginnen met de comment. Dat lijkt me wel gewoon goed om dat aan het begin van de video te doen. Maar weet je wel, want je zit hier allemaal op de wachten. Jullie hebben allemaal ijverig natuurlijk in de vorige aflevering allemaal reacties achtergelaten. Veel van die reacties waren ook van, Joost, waarom heb je in godsnaam Diamond gesmolten? Terwijl jij nu net een hele mooie Fortune 1 pickaxe hebt. Maar daar had ik even niet over nagedacht, sorry jongens. Anyways, de comment van deze week is gepost door Vins Hoogveld. En Vins zei, hey Joost, zoek een keer twee paarden op... Maak een klein stadje voor ze, dan kan je ze bieden voor genoeg paarden. En ik vond mezelf al Joost de paardenkiller. Dus ik dacht van, hé, hey, dat vind ik wel een goede comment. Dus wij gaan in deze aflevering eventjes namens Vins Hoogveld een leuke stal bouwen. Waarin wij dus allemaal verschillende soorten Joris kunnen plaatsen. En elke keer als we weer een Joris verliezen, of een Boris, of een Knoris, of ik weet nog niet hoe ik ze ga noemen. Dan kan ik daar weer een nieuwe pakken. Het is eigenlijk best wel erg. Dat we gewoon een soort van disposable paardenfarm creëren. Hé, hey, maar het maakt niet uit, jongens. Het gaat erom, het gaat erom dat wij genoeg paarden... <laughs> Oké, okay. laten we eventjes kijken wat we allemaal kunnen doen hier. Oh, de regen is wel heel erg fijn. Ik, daar hou ik wel echt van, van de regen. Uh, we moeten trouwens... Ik denk dat het beste is als we gewoon een heel stuk hier... Oh, gewoon dit even vullen met, met dirt en dit gewoon helemaal plat trekken. En dan dat we daarnaast gewoon, naast dit huisje een mooie stal kunnen maken... Voor misschien ook wel eventjes onze diertjes. Want die zitten nu allemaal in hetzelfde hok opgesloten. is niet helemaal netjes. En dan daarnaast gewoon hier zo'n hele mooie stal voor al mijn paardjes. En in ieder geval paard. Het is er één. En mijn honden, ja, die mogen gewoon buiten natuurlijk. Ben jij ontsnapt, jongen? Ben jij ontsnapt aan, uh, uit, de, uit de goede farm? Het spijt me. You need to die. <laughs> hebben we hebben wel weer een verder erbij. Oh, hij is ook ontsnapt. Uh, 360. Hoppa. There we go. Very nice. Goed, dus uh, dat denk ik dat het wel leuk is om daarmee te be gaan beginnen. Wat ik verder in deze aflevering ook wil doen, is uh, eventjes de mine induiken om te kijken of we wat diamonds kunnen zoeken. Want mijn diamondverzameling begint erg laag te raken. Dus het is wel verstandig om daar eventjes naar te gaan kijken. Het wordt wel tijd dat ik ook. Gaan beginnen aan een, mooie, uh, aan een hele mooie mineshaft. Met wat. Uh, net als wat Duncan had, zeg maar. Met allemaal van die strip mines. Want dat kunnen we doen. Maar dat moeten jullie natuurlijk laten weten. Hè? Weet je, ik kan natuurlijk wel zelf al mijn ideeën gaan verzinnen. Maar het is jullie serie. Dus jullie moeten laten weten. Wat jullie willen in deze Minecraft Let's Play. Ik denk dat het wel leuk is om een klein beetje de stijl aan te houden. Die wij hier ook hebben. In natuurlijk onze mooie base. Uh, en dat is dus met cobblestone stairs. Van dat soort. Oh, hallo, WhatsApp. Wat, wat is dat, WhatsApp? Nee, mama, ik kom later eten. Ik ben even binnen in de opname, ja. Ja, dat, uh, dat doen we wel een andere keer. Nee. Uh, ik heb dus deze cobblestone stairs nodig. En dan heb ik, als het goed is, ja, stone bricks nodig. Ik weet alleen niet hoe ik stone bricks maak. Ik ga dat hier opzoeken. Stone bricks. There we go. Dat is. Oh, daar hebben we dus stone voor nodig. Uh, hebben we nog stone over? Ik weet het eigenlijk niet. Ik weet wel dat ik uit de vorige quest heb heel wat stone geloed. Zoals je hier kan zien. Maar het is niet heel veel. Dus hier kunnen we weer wat stone bricks van maken. Nou, we hebben 39 stone bricks. Niet heel veel. En dan hebben we gewoon normale fences nodig. En die kunnen we gewoon. Die hebben we, denk ik, nog wel twee. Wauw, oké. Okay. We hebben twee oak fences. That's not, a that's not much, man. Maar we kunnen wel een hele hoop maken. Want we hebben heel veel oak wood hier uh, Wat we er gewoon voor kunnen craften. Of wat we gewoon in de crafting bench kunnen douwen Voor heel veel wat meer hout, zoals je kan zien. En dan kunnen wij. We hebben net heel veel sticks gemaakt, toch? Ja, we hebben heel veel sticks. Dan kunnen wij lekker wat fences maken. Like this. Boom. 50 fences. Nou, daar kunnen we nog wel wat meer van maken. Hoppakee, we hebben meer dan, uh, meer dan een stack fences. Dus dat is goed. Uh, ja, laten we dan wel eventjes in onze grote smeltering hero. een hele hoop cobblestone gaan doen, zodat we genoeg stone krijgen. Want dat is wel even een dingetje wat we nu nodig gaan hebben. We gaan heel veel stone nodig hebben. Of we doen gewoon met coal blocks. Iemand zei ook trouwens dat zo'n kelblok uh, wordt gebruikt. Om zeg maar langer iets te kunnen smelten. En dat is best wel nice. Maar we doen het wel gewoon met koolblok. Dus we doen hop, een hele stack aan steen erin. Hier ook een hele stack aan steen erin. Uh, die halen we er even uit. En uh, dan doen we een stack aan steen erin. En op die manier gaan wij gewoon lekker eventjes wat steen smelten. Hoppakee. Nou, hier wordt lekker wat gesmolten. Dat kost een hoop kool maar dan heb je ook wat. We gaan uiteindelijk toch de mine in en dan zorg ik er wel voor dat ik er wat meer kool mee neem, want dat begint inderdaad wel erg low te raken. Verder hebben we ook dit nodig. Uh, dat is denk ik stripped ook. We kunnen even eventjes kijken door het even weg te hakken. Stripped spruce log. Oké, okay, stri 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 stripped spruce. Ik moet even kijken hoeveel spruce ik heb. Birch en casia ook. Oké, okay, we hebben dit is spruce. We hebben wel heel veel spruce planks, maar we hebben geen logs meer. Oké, okay, dan zouden we dus eventjes. Ja, het stormt wel heel hard dames en heren. Jemig. En uh, volgens mij is het ook met spruce. Um, wat is dit? Spruce stairs hebben ze in dit geval gebruikt. Om dus de bovenkanten en onderkanten te maken. Nou, daar hebben we ook niet heel veel meer van. Uh, ja, het is dark ook. Oké, okay, ze dus zouden eigenlijk even naar spruce bomen moeten gaan zoeken. Jemig, wat stormt het buiten, zeg? Ongelooflijk. We kunnen wel eventjes een koekje loeren buiten. Of er uh, ergens spruce spant hier. Het, het is ook nacht. Oké, ja, laat me eerst eventjes even een dutje doen. Want uh, de nacht vind ik helemaal niks. Het is ook opgeklaard. Zijn dit geen spruce of bo bonen. Nice, Joost. Zijn dit geen spruce bomen? Of is dit Ancasia? Ja, ik weet het eigenlijk niet. But let me check. Let me check. Dit is dark oak. Ja, yeah, dat moeten we niet hebben. We don't know, need dark oak. Oké. Okay? We need spruces. Oké, okay, spruce trees die groeien dus voornamelijk in de snow biome. Echter, weet ik uit mijn hoofd niet zo goed waar de snow biome is. Dus daar moeten we eventjes voor gaan zoeken. Uh, het lijkt me wel goed om eventjes niet die creeper te triggeren. Alsjeblieft, don't. En uh, gewoon eventjes mijn spulletjes te droppen. En dan eventjes naar de spruce biome te gaan. Even kijken, we kunnen het wel eventjes hierin droppen zo lang. Ik neem gewoon die mee, die kunnen we ook als wapen gebruiken. Uh, die laten we hier. Nou, die laat ik wel even op. En wat arrows nemen we mee, dat is goed. Oké, okay, dan is dit eventjes ons setje armor. Gaan wij eventjes met Joris 2 eigenlijk, maar we noemen we gewoon Joris. Gaan we op! Oké, okay, laten we niet deze uitgang pakken. We pakken wel eventjes een andere uitgang voor mijn basis. <laughs> Want er staat een creeper voor mijn deur. Oh, wat ben ik blij dat ik trouwens verkeer meerdere uitgangen heb voor mijn basis, man. Oh my god. Kun je niet voor mijn deur staan, creeper? Oh man. Oké, okay, you're dead. Goed. Joris, how are you doing? Ik weet dat je waarschijnlijk doodgaat. En ik weet dat jij dat waarschijnlijk ook weet. Maar we moeten even op avontuur, Jorenty Pornty. En gaan lekker naar de snowbiome. Ik weet trouwens echt niet waar de dichtstbijzijnde snow biome is. Dus dat moeten we wel eventjes uit gaan zoeken. En uh, dan gaan we daar bomen hakken. Neem ook gewoon lekker al de saplings mee. En die gaan we gewoon lekker hier planten, joh. Dat is wel een goeie. Ik had trouwens wel eventjes misschien onze bijenkorven kunnen legen. Want die zitten vol met honing. Ja, dat doe ik als het ben. bent. Tada! We zijn er, dames en heren, bij de snowbiome. Het was even een stukje lopen richting het oosten. Maar dan heb je ook wat, hè, Joris? Bravo, jongen. Heb je lekker een stuk gelopen, hè? Heb je een lekker stuk gelopen? en We zijn zowaar niet dood gegaan, <laughs> hoe is het mogelijk, joh? <laughs> nee, dit, is, uh, dit zijn de sproesbomen als het goed is, dus uh, let me real quick check. Voordat het straks dark oak is of zo, gimme. Het is sproeslok, yay! Dus het is blijkbaar de eerste keer dat we ook sproesloks hebben gefarmd. Dus wij gaan gewoon hier al lekker wat bomen hanken. En uh, dan gaan we kijken of we zoveel Mark mee kunnen nemen. Weet je wat, ik ga jou wel gewoon eventjes hier laten, meneer Joris. Uh, en als we wat saplings kunnen meenemen, kunnen we die lekker thuis planten. Hè? En dan kunnen we thuis eventjes een mooie farm maken voor dit hout. Want ik, ik denk dat we het nog wel vaker met dit hout willen gaan bouwen. En dan hebben we het in ieder geval uh, lekker ja, dicht bij huis. En dat is, is makkelijk. Oké, okay, ik heb even geloot. En ik heb nu, wat is het, 64, 77 hout en 18 saplings. Dus dat is eigenlijk wel meer dan voldoende. Dus wat ik hier doe. Dus ik ga gewoon weer terug. En uh, met dat hout wat ik allemaal heb verzameld... en met die saplings die ik allemaal heb verzameld... kan ik gewoon weer een hele nieuwe farm maken thuis, joh. Dat is toch belangrijk? Hier, ik pak nog eventjes een saplingje uh, op 20 heb ik er nu. Oké. Okay. Dat is mooi van al die uh, bomen. Die zijn nu langzaam wat een beetje aan het, uh, aan het decayen, zeg maar. Dus al die, uh, al die spruce saplings liggen gewoon op de grond, joh. Liggen gewoon voor het oprapen. Nou, het wordt ook alweer bijna nacht. Dus laten we maar gewoon weer teruggaan. Uh, ik vind het wel goed. We hebben voldoende, denk ik, om in ieder geval... die uh, paardenstal te gaan maken waar ik het over had. Dus dat gaan we dan ook doen. En uh, nu is het gewoon een kwestie van uh, één kant op gaan. En dat is als het goed is richting het westen. Ja, dat gaat goed. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh, nee. Waar is mijn lied. Oh, ik ben mijn lead kwijt. Oh, mijn lied ligt nog in het water. God damn it. Oh, ik zie hem daar. Daaraf, Joris. Oké, okay, Joris moet niet de aggro hebben. God damn it. Hij is bijna dood. Joris, waarom heb je ook zo weinig levens? En waarom moeten we nou in één keer een hele rot hoeveelheid aan mops hebben hier, though? Ik heb het best wel lang overleefd. Tot nu toe. Sterf, sterf. Oké, okay, waar is die skeleton? Die skeleton is het meest irritant. Hij zit daaronder. Oké, okay, kom maar even, skel. Eh. Ah, nog eentje. Als jij mijn paard raakt, ben hij... is hij dood, jongen. Hij, hij dorst ook echt sick hard mijn arrows. There we go. Oké, okay, even snel eten. Ik heb geen eten voor hem mee. Dat is ook wel vervelend. Kom maar, knul. We're getting the hell out of here. 1 HP heeft hij. Oh. Frietsaus. Oké, okay, ik ben wel bijna thuis, dood. Dus hij zou het in principe wel moeten kunnen. Redden nog. Klein stukje, Joris. You got this, boy. Oh, bedden. Oh. Ik moet echt gewoon voortaan gewoon met een hele grote stapel weed op pad gaan. Want anders overleven mijn paard het gewoon niet. Ja, ik zie mijn boom. Ik zie mijn boom. Daar in de verte. Ik was een klein beetje naar rechts afgewijkt, zo te zien. Maar we zijn er bijna. En oh, ik zie daar wel een creepertje. Maar we zijn thuis. En Joris, je hebt gewoon weer een hartje erbij, joh. Lekker bezig, vriend. Het was wel even heel eng. Ja, ik zie dat daar inderdaad een uh, skeleton staat. We gaan jou gewoon lekker achterlaten, Joris. Want jij pakken ze niet. Je pakt alleen mij. En we gaan eventjes snel slapen. En And... hoppakee. There we go. Nou gaan alle... Creep... Oh, oké. Okay. Nou gaan alle creatures dood. Heel goed. Jij verdient wel even lekker wat weed. Jij verdient zekerste weten wel wat weed. En dat gaan we jou gewoon lekker geven, joh. Ik wil wel een zombie sterven, Hiro. Maar dat is niet erg. Gewoon lekker farmen terwijl de zombies dood gaan, joh. Dat is allemaal goed, joh. Helemaal prim, prim. Helemaal prima, Gym, Gym. Oké, okay, Hiro. Eet jij eens even wat. Oh. Hij is weer helemaal volledig geheel, joh. Hij is even heel gauw dood. There we go. Zo. So. Haha. <laughs> Dat was me toch even een tocht, joh, <laughs> Dat was me toch even een tocht, joh. Pot verdorie. Hier, dan gaan jullie eventjes... Even batsen nou. Kom jij ook nog eventjes klooien, Ja. Ja. Zo. There we go. Oké, okay, hoeveel hebben we in totaal? We hebben redelijk wat spruce. Laten wij eventjes een, klein, een kleine area hier al gebruiken om de saplings te planten. Dat is denk ik wel verstandig om te doen. Even kijken of we hier nog een saplingje plaatsen. En hier en hier zo. Dat is wel een beetje dicht bij elkaar. Hier misschien. Uh, misschien hier tussen de mooie bloemen. En dan kunnen we hier nog een sapling doen. En hier zo. Ik heb allemaal saplings geplaatst. Een beetje sporadisch, maar dat maakt niet uit. Het gaat erom dat wij hier voldoende woed uitkrijgen. Oké, okay, wat is nou mijn plan? Ik wil eerst eventjes jullie even weg hebben hier, jongens. Jullie gaan eventjes hier bij Joris chillen. Ik wil ook dat jullie Joris even gaan beschermen. Dat is misschien wel belangrijk. Joris die is een, niet het sterkste paard van wat we ooit gehad hebben, maar... Hij, uh, hij, ja, hij kan wel een klapje hebben. Maar uh, dat uh, moet beschermd worden. Um, wat ik nu ga doen, is ik ga dit even, even helemaal recht trekken. En ik denk dat ik dat ongeveer tot hier ga doen. Dus niet de boom. Net er even voor. Zo. Ik denk dat vanaf hier ongeveer. Dit is wel een mooi plekje. Even recht trekken. Dat water ook eventjes. En dan uh, hebben we daar genoeg ruimte om te kunnen bouwen, natuurlijk. Oké, okay, ik heb het een klein beetje weg zitten hakken hier al. En ik denk dat ik wel redelijk iets heb nu. Even kijken. Dan ik like dat. Zo, dat is prima. Uh, ja, we hebben hier best wel een grote ruimte nu waar we dus het een en ander kunnen gaan doen. Uh, dit water, ja. Ik zit er een beetje over te twijfelen om dit gewoon dicht te gooien. Want het, is, het heeft niet echt veel nut, zeg maar. Het is alleen maar een beetje vervelend, denk ik. En uh, ja, we gebruiken het water toch niet. Dus als we meer water willen, dan kunnen we dat uiteindelijk wel creëren. Het mooie is, zeg maar, met al het dirt wat ik heb opgeharkt, opge zeg maar, door het weghalen van dit alles... Heb ik gewoon bijna alles. Nee, letterlijk. Ik heb alles gebruikt om dit weer te dichten. Dus dat is wel. Dat is wel funny. Oké, okay, uh, even kijken. We kunnen dit ook nog een klein beetje weghalen. Zo. Dat dit wel een beetje gelijk aan elkaar loopt. Zoiets. En dan kunnen we dit hier nog eventjes opvullen. Oké, okay, like this. This is nice. We hebben hier best wel wat ruimte zo. om uh, het een en ander te kunnen bouwen. Even kijken of we dit nog een beetje rechtdoor kunnen trekken. Zo. Ehm. Um, Eens dus even kijken. Ik denk dat ik hierdoor dan gewoon de, de stal maak. Ik wil hem een klein beetje wel aansluiten op ons pad, zeg maar. Ja, en daarvoor hadden we dus die Spruce Wood Logs nodig. Ik ga nog even beneden even gluren, snel, hoe, wij het, uh, of hoe het daar beneden is gedaan. Voordat wij gaan beginnen, natuurlijk. Oké, okay, het zijn dus pilaren van Spruce. En dan inderdaad met dat steen ertussen. Oké, okay, oké. Okay. Uh, seems legit. Laten wij eens even een klein beetje onze inventory opruimen. Oké, okay, dan pakken wij even al onze andere resources weer terug. Wat dan ook meteen met het stone dat wij hebben gecreëerd. Uh, Even een hele hoop. Oh, dit is dan wel zonde. We hebben echt al, al die vuurdingen zijn al zo lang aan. Maar we hebben niks meer om te smelten. Uh, we kunnen wel even wat vlees maken, denk ik. Als het is alles allemaal rock-hot Oké, okay, laten we dan gewoon al het, even al het vis omsmelten. Want ja, anders is het zo zonde. Want dit gaat nog uh, een hele lange tijd door met branden. En dan gaan we gewoon nog wel wat meer. Uh, ja, nog maar wat meer cobblestone omsmelten, denk ik. Nou, dat was hem dan. Uh, oh wacht, deze is al klaar volgens mij. Zie, dus hier kunnen we ook weer even een stack indoen. Oh, deze zijn wel op. Oké. Okay. Oh, huh. Maar, oh. Ik dacht dat het vuur letterlijk... Het vuur is allemaal ineens op. Oké. Okay. Ik dacht letterlijk van, oh, er zit hier nog superveel in. Het vuurtje was nog echt mega hoog. Maar nee, het is... Uh, ineens is het allemaal op. Dat is vreemd. Misschien omdat ik een ander soort resource erin deed of zo. I don't know. Oké, okay, we hebben in ieder geval een hele hoop stone bricks nu. Maar er ook echt een hele hoop. Dus daar kunnen we voorlopig wel mee aan de slag. Zo, we hebben in ieder geval alles wat we nodig hebben om dit huisje te, uh, netjes te kunnen bouwen. Uh, dit is natuurlijk wel een beetje hoe het er van binnenuit gaat zien. Dus we moeten eventjes zien hoe en wat we gaan doen. Hallo? Hoe, wat we gaan doen aan de buitenkant. Maar ja, we zouden ook een klein beetje dit kunnen houden. Maar ja, we hebben gekozen voor dit. Dus laten wij. Um, even kijken. Hier al een klein beetje de ingang doen. Die maken wij drie breed, denk ik. Of twee breed? Dan moeten wel paarden naar binnen kunnen, natuurlijk. Of vier. Vier is ook wel geinig. Op zich is dus dit was al een mooie ingang voor een paard. En dan wel een tikkeltje naar achter wil doen, nog. Gewoon puur omdat ik iets meer ruimte heb. Like this. Ja, dat is wel nice. Oké, we gaan er blijkbaar vier doen, jongens. Oké, okay, ik weet niet of dit het gaat zijn. Maar. Even kijken. We gaan het eventjes strippen. Op deze manier. En And... zo dan. Even kijken. Oh. <laughs> wat ben jij nou aan het doen, joh? Jij moet zo. Oké, okay. dit is dan een beetje het principe wat we beneden hadden. Dit zijn een beetje de muren die we daar hadden. Dus. Dit is ook een beetje hoe het hieruit hier gaat zien. I mean, kind like this. This is not, not bad. Oké, okay. this is it. Nice. Dan moeten we alleen even kijken hoe we dat aan de binnenkant. Dan recht gaan trekken. Ja, ik denk dat we dat gewoon simpelweg door alleen maar steen te doen, zo. Want dat aan de buitenkant ziet het er wel cool uit, maar aan de binnenkant is het voornamelijk praktisch. Op zich is dat niet heel storend, denk ik. Uh, like this. Oké, okay, dit is wel een uh, ja, mooi begin van onze, onze mooie ja, stal, laat ik maar zeggen. Ik denk dat we nog wel een stukje verder die kant op moeten. Hé, hey, we hebben een boompie. Hallo, meneer boom. Wat goed dat jij hier al, uh, al bent gegroeid. Kunnen we je gelijk looten voor hout. Want dat hebben we natuurlijk meer dan nodig. En uh, deze, dit moet hier ook weg, dus het staat er wel prima. Oké, okay, ik ga dit eventjes nog verder doortrekken naar achter dan. Oké, okay, wat ik had verzonnen voor de zijkanten in ieder geval... ...is om ze in plaats van drie breed uh, in het midden vijf breed te doen... ...en dan het op te vullen met slabs, zodat je een soort van raam-idee krijgt. I mean, het is best wel geinig, toch? Een soort van klein raampje. Ik kan het dan niet vullen met glas, dus dat is wel weer jammer. Want volgens mij... Uh, ja, dat is een slab natuurlijk, dus dat is wel weer jammer. We kunnen het wel op die manier doen, ho. Dat het wel een soort van dicht zit in een way. Dat je er niet doorheen kan. Dat je er wel doorheen kan kijken. I mean, het is een stal. Het hoeft niet helemaal dicht. Ah, kind of like that. Dat is wel, is wel geinig. Dus we hebben dan zes in het midden. Dus dat is 1, twee, drie, vier, vijf, zes. En dan komt hier weer hout zo. En op die manier. Ik denk dat dat twee of drie lang wil doen. Of misschien is dit wel voldoende. Ik weet echt niet. Moet eventjes een beetje uitzoeken. Want de binnenkant wordt natuurlijk wel iets smaller. Aangezien wij hem um, vanuit hier gaan doortrekken. Dus helemaal niet vanuit. Daar, mijn jongen. We trekken hem natuurlijk uit vanaf het midden. Dus uh, ja, dan moeten we eventjes gaan uitzoeken hoe, uh, hoe en wat. En of dit wel lang/breed genoeg is. Ik denk. Ha, ik vind hem niet echt breed. Ik vind hem niet heel breed, moet ik zeggen. De, de, de... Uh, misschien ook ik hem toch iets breder ga maken. Ja, ik heb hem nou vier breed gemaakt en een stukje opgeschoven. Dus op zich is dit al een stuk beter, denk ik dan. Even kijken. Dan kunnen we dit ook nog even dichtmaken. Zo. En ja, dit is al... Hebben we wel iets meer de ruimte, zeg maar. We hebben nu drie de ruimte dan, dus dat zal dan hier... Zal dan de muur dicht uh, komen te staan. Ja, dat is al wat beter. Nu hebben de paarden iets meer ruimte om te kunnen bewegen, dus dat is wel chill. Uh, ja, ik trek hem nog wel een stukje verder door dan wat hij nu is. En uh, ja, dan... Ja, ja, ja. Nice, nice. Wanneer je toch maar besluit om de hele paardenstal een klein stukje groter te maken. En dan moeten we meer dirt gaan hakken. En zoals je kan zien is mijn shovel, mijn diamond shovel, ook al bijna kapot. En we hebben geen dia's meer. Alhoewel, misschien dat ik nog één dia heb om een nieuwe shovel te kunnen maken. Maar dit is dus hella Het wordt wel echt tijd, uh, hoognodig tijd, dat wij uh, weer naar de mine gaan. Om diamonds te kunnen krijgen. Want uh, dit wordt helemaal niks zo, jongens. Lekker hout schaven, joh. Oké. Okay. En hier nog eentje. Hebben we alles hier nog geschaafd? Ja, top. Oké, okay. ik kwam wel wat uh, cobblestone stairs tekort. Dus die moet ik nog eventjes... Uh, in elkaar gaan flansen, zeg maar. Maar dit ziet er al best wel nice uit. Ik ga dat met, jongens. Het, uh, het lijkt toch wel op een aardig mooi stalletje, zo van binnen. Dus hierdoor kunnen we dan nog een mooie hekjes plaatsen, zo. En dan kunnen we daar al onze paarden in doen. En ja, uh, yeah. I kind of like it. Very nice. Eens even kijken. Um, wat moeten we nu nog doen? Ja, ik moet nog even wat cobblestone stairs maken. En dan moeten we even iets van een dak maken. ik denk dat dat dak gewoon een beetje geïnspireerd ligt door dat dak. Dus uh, dat ik gewoon een soort van met, met normaal oakwood. Uh, even zo'n puntdakje erop ga maken. En ja, en ik heb aan twee kanten een ingang. En dat vind ik eigenlijk best wel handig. Want als ik dan daar op expeditie ga. dan uh, kan ik er zo makkelijk weer in. Laat ik dit eventjes openmaken. Dan kan mijn paarden hier dan gewoon zo lekker opropen. En dan kunnen ze er zo weer naar beneden. En dan kunnen ze lekker. in een holletje. of in een hokje, zeg maar. So that's very nice. I like this. And there he goes. <laughs> mijn. Vedere de vriend. Nou, gevedere de vriend is het niet. Het is geen vogel, maar. Rip, mijn mooie. Uh, shovel. Oké, okay. nou, anyways. Alles zit erop. Alles zit erin. Heel goed. Het wordt ook weer nacht. Dus ik denk dat het wel tijd is dat wij eventjes een dutje gaan doen. Uh, ik had al wel wat van deze mooie. Ook stairs gemaakt, zoals jullie kunnen zien. Dus wij kunnen hier al wel vast gaan beginnen aan het dak. Van onze mooie hut. Uh, laten we meteen eventjes een dutje doen. En gelijk ook eventjes een nieuwe shovel maken. Even kijken, hadden we nog een diamond over? Let me check. Ah, uh, we hebben nog twee diamonds, joh. Twee, dia. Nou, dan kunnen wij met deze mooie sticks en deze mooie diamond een nieuwe shovel van maken. Huts fluts. Hebben we even gedaan. Goed, wij, gaan nu dan een mooi dakje in elkaar flansen. Dan moet ik eventjes, ik dat hier ook alweer gedaan had hoor. Uh, het zijn allemaal inverted stairs. En dan aan het einde outverted stairs. Oké, okay, dat uh, moet het doen zijn. Laten wij eventjes een torentje maken hier, dat we omhoog kunnen. En dan ja, dan moeten we dat maar gaan doen. En dat we dat gewoon het beste gewoon meteen kunnen beginnen. Ik denk, trouwens, ik zie voordat ik omhoog klim. J moet ik Ja, ik weet dat ik moet eten, maar ik ben even bezig, joh. Ik ben even bezig, man. Rustig nou. Even eerst de ouder rim. Eventjes creëren. Het is wel een beetje vervelend dat ik... Ah, een beetje vervelend dat ik uh, hier heel veel water heb zitten nog steeds. Dat ik daar toch wel even moeten vullen, misschien. Oké, okay, hopelijk ziet het er een beetje nice uit met de manier of de bouwstijl die ik nu heb geadapt. Dus dan moet ik even kijken. Oké, okay, het wordt een beetje like this. Nou, het beginnetje mag er dan wezen. Laat ik eventjes een trappetje maken hier al. En nou is het dus een kwestie van dit doorzetten. Uh, ziet het er een beetje uit? Vanaf deze kant ziet het op zich wel geinig uit. Vanaf deze kant ziet het op zich ook wel geinig uit. Ja, het feit dat het, dat, dat deel eronder zit is wel minder, maar... Uh, en hoe we dat gaan opvullen dan met die sters. Ik denk gewoon of met dat steen. Stop nou... Ik word echt gewoon geroepen voor het eten. Dat is ongelooflijk. <laughs> of met dat steen of we trekken het cobblestone door. Dus dan moet ik nog even uit gaan zoeken. eigenlijk gaan vogelen. Hoe hebben we dat daar gedaan? Ja, daar hebben we het gewoon gevuld. Oké, okay, ik denk niet dat ik deze helemaal door wil trekken. Dus misschien, of misschien met een ander soort hout. Dat we dit gewoon met een uh, Bruce logs Of uh, hoe ziet dat eruit eigenlijk? Ah, oh, dat is wel. Ja, het is wel een wat donkerder soort hout. Dus misschien hebben we dat we dat op die manier gaan oplossen. Uh, dat kunnen we ook even kijken hoe dat staat. Hè. We kunnen het ook kijken, of misschien met deze soort hout. We kunnen wel eventjes een beetje, een beetje koekje Ik bedoel, hier beneden in onze base is ook gebruik gemaakt van uh, dit hout. Dus daar kunnen we ook weer wat mee. En daar zijn ook die dingetjes van gemaakt. En alle sterren zijn daarvan gemaakt. Dus op zich kunnen we wel even kijken wat voor hout het is. Is dit ook gewoon spruce? Uh, dark oak, oké. Okay. Dus we kunnen met dark oak kunnen we redelijk ver komen. Dus als wij dan gewoon dark oak, uh, daar hebben we ook al wat planks van. Als we dat gewoon gebruiken om de hele invulling te doen van, dat, van die base, dan, ja, dan is dat gewoon goed, joh. Het is ongelooflijk, maar waar. Ik heb een hele mooi dak gemaakt hier, al. Alleen al mijn oak is op. Letterlijk alles. Al mijn oak is op. Ik moet gewoon ook hout gaan hakken weer. Dat is lang geleden, jongens. Ik had de beste verzameling ook woed. Maar het is toch nog allemaal opgeraakt. Dat is ongelooflijk. Ik had niet verwacht dat het deze dag ooit zou komen. Ik uh, wil op zijn minst nog wel even het dak erop hebben. En dan gaan we volgende week, denk ik, wel de invulling van, uh, van het paardenhok eventjes doen. Ik ben al best wel lang aan het opnemen. En uh, ja, dit was best wel een beeld. Moet, moet ik even zeggen. Het is uh, dus niet eenvoudig. Laten we daarop houden. Dus uh, ja, dat moet wel even gebeuren, hè? Oké, okay, voor mijn laatste Oakwood uh, ook Gather hebben we dit kunnen maken aan stairs. Bijna drie stacks. Ik hoop dat dat voldoende is om in ieder geval het dak even af te ronden. We zijn bijna eens klaar jongens. Ik weet ook niet of ik het of midden naag nou gewoon aan elkaar wil plakken. Ja, dat is wel het mooiste natuurlijk hè. Mm, Oké. Okay. Bijna klaar jongens. Bijna klaar. 5, 4, 3, 2. Oh. Eh. <laughs> Ah, oh man. Oké, okay, we zijn zo so close. Ik vind het wel nice dat hij trouwens echt gewoon sick uitkomt. Look at this. Als we nu er eentje er tegenaan zetten, dan zit hij perfect in het midden. Dat is helemaal nice. Uh, ik weet nog niet of we dat kunnen creëren. Dat is toch wel weer jammer. Want we hadden zo'n mooie middenneus gemaakt. I mean, maybe we can though. Maybe we can. Als we dat dan een beetje op deze manier doen. Even kijken. Uh, moeten we hem. Uh, hoe hebben we dat gedaan eigenlijk? Ah, uh, op zijn kop. Oké, okay, dus dan moeten we hem zo doen. Ja, en dan daar tegenaan kunnen we hem dan op de neus plaatsen. Even zien. Dus dan gaan we omhoog. En dan doen we. Zo. Ja, dat is op zich wel nice. I kinda like that. Dat kunnen we wel doen. Dan moeten we nog even eentje ernaast doen. En dan hebben we een soort van neus. Cool. Um, ja, ik heb alleen geen hout meer. Dus we gaan nog even een paar bomen hakken. Gelukkig hebben we er voldoende geplaatst in de tijden dat wij uh, dat we gedaan hebben. Dus uh, we kunnen ook gewoon gelijk weer nieuwe samplings terugplaatsen. Dat is wel zo ver, toch? Okay, dan moeten we voor hier de dus slabs gebruiken. Dat is wel even een dingetje. Heb ik nou serieus net allemaal. Volgens mij heb ik echt allemaal dingen zitten maken. Oh, crap. Uh, trouwens, dat ziet er ook wel nice uit. Nou, nah, ik wil hem wel op die andere manier doen. Uh, laten we eventjes een deurtorentje bouwen. Maar ik heb zo te zien net allemaal verdomme sterren zitten te maken... ...terwijl we geen sterren meer nodig hebben, dus dat is wel vervelend. Oké, okay, like this. Like this, dames en heren. And there we go. It's in. Of na... Hmm. Hmm, moeten we hier nog doen? Ik weet niet, dit ziet er wel gek uit. Gaat hier wat fout of, of klopt het niet? Nee, nah, dat klopt wel trouwens. Ik dacht even dat ik niet in het midden liep. Maar ja, nee, dat is goed. Dat is heel goed. Oké, okay, we hebben dus in plaats van deze fritsen hebben wij slaps nodig nu. En <laughs> heb ik net al mijn wood opgemaakt aan die rotsters. Ik weet niet of ik nog wood over heb, of in ieder geval slaps aan zich. Misschien heb ik nog wel slaps over. Dit zijn alleen maar blokjes. Nee, we hebben helemaal geen slaps meer. Dus dat betekent dat we wederom bomen moeten gaan hakken. <sighs>

Al onze werk te niet draaien door middel van al die creepers die dan lopen. Dat zijn er echt een hele hoop namelijk. En even kijken of we dat deurt kunnen weghakken. Oh nee. Tortjes ophangen hier, dat wordt wel echt een pain in the ass. God admit jongens, het zijn echt uh, heel veel plekken. Heel waar het donker is in, deze, in dit hok. Maar uh, hey, we did it, dames en heren. Het dak zit erop. Look at this, how awesome. We hebben echt een volledig volle inventory. Uh, get that out of here, get that out of here, get that out of here, get that out of here. I want my dirt. Nee, we hebben, echt een, uh, we hebben echt een mooie ruimte gemaakt hier oh, voor uh, onze paardjes. Lekker hoog ook. Dus uh, hier oh, dit gaan we nog even helemaal invullen met hout. Zodat het uh, echt gewoon goed dicht zit. Misschien dat we daar ook nog een mooie luik in kunnen maken. Want dat is daar. Uh, en dan komen hier oh, alle hokjes voor de paarden natuurlijk in te staan, jongens. I am excited. Joris, ben je ook excited? You should be, Joris. Want dit wordt jouw honk. Samen met alle andere paardjes die we nog moeten zoeken. Dus ik denk dat het verstandig is om in de volgende aflevering dus dit één af te maken. En op zoek te gaan naar meer paarden. Dus uh, dat gaan we in de volgende aflevering doen. En voor nu is, uh, ja, dit is onze progressie. Bedankt voor het kijken. En uh, natuurlijk ook bedankt voor het achterlaten van al jullie comments, jongens. Doe dat ook even lekker in de volgende aflevering. Check eventjes joespotspellen.nl voor dit lekkere witte shirtje wat ik hier aan heb. Maar je kan natuurlijk ook gewoon even kijken voor de petjes. En gewoon even lekker zo'n zwart JSS petje kopen, joh. Hè? Dat vind je vast wel lekker. Thanks voor het kijken en tot de volgende keer. Later!